Marieke Nivart uit Acht is het golftalent van Nederland. Gisteren won ze nog het Nederlands kampioenschap voor dames tot 21 jaar. Aankomend weekend hoopt ze mee te kunnen met de Europese top. Het is wel een hele eer dat ik een wildcard heb gekregen natuurlijk. Het is gewoon echt puur ervaring opdoen en kijken of ik een beetje mee kan. Maar ik denk ook niet dat ik er echt ver vandaan zit qua niveau. Maar de meiden zijn gewoon allemaal wat ouder, hebben wat meer ervaring. Ik moet het ook niet groter maken dan het is. Ik bedoel, het is gewoon weer 72 holes toernooi. Nivart is nu nog amateur, maar hoopt volgend jaar professional te worden. Ja, als ik volgend jaar pro word, dan ben ik 19 jaar, dus ben ik nog redelijk jong. Dan probeer ik eerst in Europa gewoon in de top te komen. Geef ik mezelf een paar jaar de tijd voor. En dan komt denk ik vanzelf wel een paar toernooioverwinningen en de wereldtop. De organisatie van het Ladies Open Golf verwacht in ieder geval veel van Nivart. Net als haar coach. Nou, Marieke is zeer talentvolle speelster. Werkt heel hard aan het spel. Heeft dit jaar al 3 toernooien gewonnen. Ze is zeker de beste speelster die we hebben in Nederland op dit moment. Nou, ik hoop dat ze een beetje de zenuwen kan bedwingen. En dan kan ze hele hoge ogen gooien. Want ze speelt op het moment heel erg goed. Ze is echt in vorm. Wanneer ben ik tevreden? Nou, ik wil in ieder geval de kut halen. Bij de laatste 60 komen. Ja, precies. En dan, ik heb niet echt een einddoel, zeg maar. Ik weet ook niet precies wat ik moet verwachten van de andere scorers. Dus ik zeg gewoon, ik doe gewoon mijn eigen ding en ik zie wel waar het uitkomt.